Hola, fantástico que hayas vuelto. Me han llegado muchas reacciones de mi videoblog. Muchas gracias. Ik sprak net Spaans en ik bedankte je net voor alle suggesties. Leuk dat je weer kijkt. Je vroeg of ik meer de diepte in wilde gaan en daarom sta ik hier voor het standbeeld van Van der Meij. Zonder hem stond ik hier misschien nu in het Spaans met je te praten. En ging het zeker niet over Van der Meij. Wie zeg je? Nou, tijdens het beleg van Alkmaar smokkelde Van der Meij belangrijke berichten dwars door de Spaanse linies heen. Dat deed hij met een uitgeholde polstok waarmee hij over sloten en greppels sprong. De berichten zijn doorslaggevend geweest voor het Alkmaars ontzet op 8 oktober 1573. En ik ben benieuwd naar jouw mening. Hier, in de grote kerk, ligt onder een prachtige steen Van der Meij begraven. Helaas vond de gemeente Alkmaar opslagruimte belangrijker dan het eren van een van de grootste helden uit onze geschiedenis. Kom, dan lopen we er even heen. Voor mij staat Van der Meij voor vrijheid. En dat is een van de 5 kernwaarden van de VVD. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Inmiddels ben ik bijna aangekomen bij het graf van Van der Meij. En die ligt hier nu bijna 450 jaar begraven. Hij verdient alle eer die gemeente Alkmaar aan hem kan geven. De ruimte hier wordt nu gebruikt voor stoelen en zo. Waanzinnig. Diverse keren heb ik aan officiële vragen gesteld aan de gemeente Alkmaar. Helaas werkte dat niet meteen. Er werd aangegeven dat er geen alternatieve plek was voor het opslaan van stoelen en andere zaken wat men graag hier in de grote kerk wil opbergen. Er is een voorstel gekomen inmiddels. Er kan aandacht aan worden besteed op deze wand. En dan wordt er aandacht geschonken aan het aanwezige graf en een toelichting over zijn belang voor Alkmaar. Dat op een digitaal scherm met animaties. Nou, wat vind jij van het voorstel? Vind je het respectloos? Of vind je dat gemeente Alkmaar gelijk heeft en dat de bergruimte belangrijker is dan het eren en tonen van het graf van de 10e grootste Alkmaarder aller tijden? Of vind je een gemiste kans voor het delen van zijn verhaal hier in de grote kerk? Of vind je er iets anders van? Ik vind dat het niet zo kan zijn dat op het graf van de vrijheidsstrijder van Alkmaar nog steeds een stapel stoelen staat of dat er met een karretje overheen gerold wordt. De grafzerk kan namelijk stuks gaan, zoals bij andere zerken is gebeurd. Graag hoor ik jouw mening over dit alles. Like of deel dit bericht als je ook vindt dat dit voorstel van gemeente Alkmaar onvoldoende is.